2 jaar geleden zijn wij binnen de PG met de ontwikkeling begonnen om het zo huiselijk mogelijk te gaan maken voor onze cliënten. En dat hebben we samen met Coloro, het bedrijf wat dat heeft vormgegeven hier, en met familie, cliënten en personeel gedaan. We hebben plannen gemaakt en samen uitgevoerd tot een, wat ik vind, erg mooi resultaat. Het bijzondere is denk ik dat we het allemaal samen hebben gedaan. Iedereen is erbij betrokken. Dus alle beelden die je hier ziet, die zijn samen uitgekozen en dan verder ontwikkeld om aan te brengen. En ik zeg altijd, mensen komen hier wonen en leveren alles in. Die komen hier en die krijgen een bed, een nachtkastje en een kledingkast en dat is het. En dat was hier vroeger echt een grijze instellingsgang met bruine slaapkamerdeuren en erg triest. En dit hebben we veranderd, waardoor mensen meer hun thuisgevoel krijgen. Zoals thuis wordt het nooit, maar het is wel een stuk meer thuis geworden op deze manier. We hebben gezorgd voor een eigen voordeur met een eigen straatje. En vanuit hun eigen straat lopen ze Eindhoven in. En per etage hebben we een ander stadsdeel van Eindhoven vormgegeven, waardoor ze zich meer thuis voelen. Mensen behouden een gevoel van eigenwaarde, dus een stukje de eigen regie. Ze voelen zich nog steeds als ik loop mijn eigen huis in vanwege hun eigen voordeur. En ze lopen Eindhoven nog in, zien beelden van vroeger. Die zijn ook, blijven ook hangen. Iemand die dementerend is, dan moet je zien als eigenlijk zo'n oud diabakje. De beelden van nu, die verdwijnen steeds meer naar vroeger. En de beelden van vroeger die we hier hebben aangebracht, die herkennen mensen. Dus ze lopen hier door de gangen en ze zien het oude station. Oh, en daar ben ik nog op de trein gestapt of daar heb ik gewerkt bij de bank. En ja, op die manier hebben ze het gevoel dat ze ertoe doen. Hun eigen regie nog een beetje kunnen behouden. De grote verandering voor de cliënten is naast de aankleding van de gangen ook dat alle deuren zijn geopend. Dus we hadden eerst kleine bungalows, noemen we deze, waar 7 cliënten verbleven. Voordeuren staan nu open, dus alle cliënten kunnen door alle 3 de etages rondwandelen, gebruik maken van de liften, gebruik maken van de tuin buiten. En daardoor staat er niemand meer voor een gesloten deur.